Coroni zal in de toekomst het verschil moeten uitmaken in het proces van duurzame ontwikkeling in het westen van Suriname. Dit zei minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport bij een bezoek aan de westelijke districten het afgelopen weekend. De bewindsvrouw gaf aan dat Coroni talloze mogelijkheden heeft om de economie van het district te ontwikkelen. Het toerisme en agrarische sector zijn duidelijk steunpilaren voor de welvaart en welzijn van de Coronianen. Het is dus van belang dat we vanuit het commissariaat alvast ons huiswerk maken. Zo kunnen wij als overheidsinstituut ondersteunend werken naar de andere maatschappelijke etniciteiten die moeten zorgen voor de economische opleving in het district. DC Michael Winter zei dat Coroni een klein district is met grote problemen. Hij wees erop dat veel zaken niet uitgevoerd kunnen worden vanwege financiële problemen. Het kleinste district met de grootste problemen, ze heeft het omgekeerd gezegd. Het kleinste district met de grootste problemen, maar u heeft een team hier. Het werk toevertrouwd en u mag erop rekenen dat wij, we dwalen ook naar Fassi minister. Het lukt altijd niet, want zoals u weet, ons grootste probleem in het district is money. Geen enkele district heeft geld, maar we proberen met het weinige dat we hebben toch iets moois van Coroni te maken. Dat was districtscommissaris Michael Winter van Coroni. Het afgelopen weekend heeft minister Emmanuel samen met haar staf een werkbezoek gebracht aan Saramaka, Coroni en Nikeri.